Helemaal en welkom bij een nieuwe MX Raw Talk. Sorry voor het lange wachten op deze podcast, maar laat me dat meteen al goed maken met mijn gast van vandaag. En dat is niemand minder dan de grote man achter het Monster Energy Kimea Yamaha team, Hans Korvers. Dag Hans. Welkom Dieter, welkom bij Kimea. Hans, voor even voor de mensen thuis. We zijn nu de week na de GP van Teutschenthal. Ja. Een GP die voor jullie helaas niet volgens plan is verlopen, neem ik aan. Helemaal niet. Dat was eigenlijk niet mineur over de ganse lijn. We gingen met heel veel verwachtingen naar daar, want de weken ervoor was het dus wel een beetje euforie. Het was eigenlijk in een heel opwaartse spiraal. En dat was gewoon drie podiums na elkaar. Dat was mooi. Oké, we gaan naar Teutschenthal en zaterdag zaten daar bij het warme weer. Ze hadden heel goed gesproeid, alles goed nat gemaakt, maar heel veel lijnen. En in de vrije training, toen ging Ben Watson eigenlijk al vrij snel, na 10, 15 minuten, komt hem de pits in. Mm-hmm. En hij was echt gefrustreerd, hij voelde zich niet goed. En hij was, waarom zetten ze zoveel water? En het is zo moeilijk te rijden. En ja, oké, dat is voor iedereen gelijk. Hij had de tweede tijd op dat moment. Hij gaat de pits uit, gefrustreerd, de eerste ronde over de lijnen, wilde hem kruisen, zijn voorwiel weg, door de lucht en een handbreuk. Hier een handbreuk. Uit. Hebben we dan beslist, zij direct eigenlijk met zijn ouders met de motorhome vertrokken. Contact genomen met Geert Peersman. En zondagmorgen om 10:00 al geopereerd. Mooi plaatje ingezet. Maandag heb ik hem al aan de lijn gehad. Hij is thuis nu in Engeland. Alles werkt heel goed. Alles draait. Hij kan een vuist maken. Hij heeft niet veel pijn. Dus ik kan hierbij ook verkondigen dat hij de twee Indonesische Grand Prix gaat doen. Dan kan hij ook figuurlijk weer een vuist gaan maken. Dan gaat heel waarschijnlijk kan hem terug een vuist gaan maken. Hij staat nu, heeft maar één plaats verloren in het WK. Hij staat zesde. Dus de doelstelling was om met beide rijders top 5 te halen dit jaar. Aangezien dat Jago goed gepositioneerd is, derde plaats, is dat nog steeds de goal. Ja, en Ben staat dan nog in positie om dat doelstel te halen. Dat kan nog zijn, nog 9 Grand Prix te gaan. Dus we kunnen dat nog. Maar als we nu alles na Teutschenthal de lijn zouden trekken, het seizoen is gedaan, van begin seizoen tot Teutschenthal, zit je tot nu toe dan eigenlijk al tevreden met hoe het seizoen is verlopen op die blessure dan na nu? Ja, we moeten eigenlijk, we hebben een iets moeilijkere start gehad. De eerste 2-3 Grand Prix is niet op de tabellen gezet wat we eigenlijk verwacht hadden. Maar dat kwam eigenlijk ook wel wat door pech. Ze hadden van alles aan de hand. Ze kregen van alles aan de hand. Ze zaten in goede conditie. Alles was oké. Maar om een of andere reden gebeurde er toch altijd wel ergens iets. Waardoor dat we niet direct toch voor dat podium konden rijden. Maar eens dat we vertrokken waren, na een paar GP's, heeft ook iedereen kunnen zien dat we... dat ze beide er toch wel... Ja, zeker. Jago is niet echt. Ja, Jago is eigenlijk... We weten dat hij is gewoon een talent. En daar is het einde nog niet van gezien. Verraste u dan ook met dit jaar zo direct? Nee. Dit doen? Nee? Nee. Nee. Het straffe verhaal is eigenlijk dat... Ik wil niet opscheppen, maar wij wisten of... Ik ging ervan uit dat we met beide voor top 5 konden rijden. Mm-hmm. En in mijn hoofd, ik heb dat ook verkondigd naar de sponsors toe. Ik zei, ik wil met 1 en 2 top 3 rijden. En een andere 4-5. Maar ik had gedacht dat het andersom ging zijn. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ook. Ik had echt gedacht dat Watson echt... Omdat Ben heeft, toen hij gekomen is van zijn vorig team naar ons, heeft hij verleden een hele stap gezet, van 16 naar 4. Heel mooie dingen laten zien. Ben is ook als sportman geëvolueerd. En wij dachten, oké, die gaat nu toch wel die stap richting top 3. Want hij heeft heel wat gebatteld met Olsen verleden jaar. En we zeiden van, nu gaat hem... En het kwam er niet echt uit. Maar Jago daarentegen, die zet die stap nu wel. En het is overduidelijk, als je de laatste wedstrijden gezien hebt, is Jago gewonnen. Mm-hmm. Ja, is
is 1, 2, 3 waard. 1, zeg ik, Prado is een, ja. is een uitzonderlijk geval op dit moment. Maar het seizoen is nog niet voorbij. Mm-hmm. En heeft al een reeks gewonnen ook. Dus. Ja, daar was hem heel sterk. Daar heeft hem Prado een beetje verrast. Hij rijdt daar graag in Saint-Jean-d'Angely. Heeft hem verleden jaar ook een reeks tweede gemaakt. Een goed gereden. Hij ging daar met veel vertrouwen naartoe. En hij heeft dat dan ook bewezen. Hij heeft dat ook gedaan. Dat was toch wel ja, een straffend toer die hij daar heeft uitgehaald. Mm-hmm. En vandaar, hij weet ook dat hem het kan. Natuurlijk, ja, we hebben het beetje een tegenslag. Dat ja, als je knippert met de ogen, is Prado ook op weg. Die neemt de ene een hotshot na de andere. Daar hebben we een beetje tegen. Maar niet alleen wij, ook de ander. Maar motiveert ook niet bijvoorbeeld Jago, want het zijn wel leeftijdsgenoten, denk ik. Mm-hmm. Zijn dingen, dat als hij het kan, maar ik ga het ook laten zien. Van dat ik hem ja, maar ze moet... hebben destijds... zijn vader heeft me dat een paar keer gezegd. Dus dat in de 85 cc. Dus dat zij al serieuze concurrenten van elkaar waren. Mm-hmm. En dat ze daar eigenlijk zo'n beetje de evenknie van elkaar waren. Ja, Jago heeft dan gekozen. Prado heeft heel vroeg gekozen voor zijn professionele carrière. En Jago heeft zijn gekozen... voor zijn school af te maken. Hij is nu het eerste jaar full prof. En je ziet duidelijk de sprong die hij maakt en gezet heeft. En ik ben er ook van overtuigd dat hij nog verschillende keren met Prado gaat, gaat battelen. Ik zeg niet dat hij hem gaat verslaan, maar daar werken we aan. En dat hopen we natuurlijk. Hè. Misschien ook het voordeel dat Jago nu heeft. Ik had de prestaties verwacht van Ben... dat hij die druk niet voelde of minder voelde, op een andere manier voelde. En daardoor misschien ook uit een vrijere rol die echt bij goed nu naar voren komt. En gedaan met school en alles eromheen dat echt nu zijn vruchten werpt. Maar wat ik wil zeggen is dat Jago, die krijg je niet onder druk gezet. Jago is gewoon een heel speciaal iemand. De tijd dat ik hem nu ken en samenwerk en toch van dichtbij volg. Hij is een heel gepassioneerd iemand die maar één doel heeft en eigenlijk die trekt zich van weinig dingen aan. Die is gewoon met zijn motor bezig en die trekt zich eigenlijk van de rest niks aan. Je krijgt hem ook niet opgejaagd. De euforie is ook niet aanwezig. Hij heeft in Frankrijk in Saint-Jean Prado verslagen en ja, het leek als dat voor hem ja, normaal was. Mm-hmm. Ja, op naar de volgende. Dus hij is heel cool. Goede eigenschap, want met sommige piloten ziet ook de decompressie na één goede race en dan oef. Nee, en dan, nee okay. Jago kijkt steeds. Die heeft één reeks gereden, een GP gereden. Die kijkt alle minuut vooruit om beter te doen. Is super professioneel. Top. Dat is wat je nodig hebt om het kampioen uiteindelijk te worden. En ik heb die jong misschien innerlijk, dat weet ik niet. Maar van buitenaf, en ook al als ik 1 minuut voor de start praat, of 5 minuten, of een dag, die tonen ze altijd hetzelfde. Mm-hmm. Praat altijd hetzelfde. Die is gewoon echt met zijn ding bezig. En die jaagt zich ook in niks op. Dat is... Het is een topperke. Ja, het is mooi zo bezig te horen. Ja, maar het is een topperke. Ja, daarom. Het is gewoon... Het is een jonge gast. Mm-hmm. En hij is... Oké, je kunt in de jeugdreeks wel van alles en nog wel laten zien... Maar waar telt het? MX2 en MXGP. Dat is het wereldkampioenschap. Daar moet het gebeuren. En hij komt nu echt aan de deur kloppen voor de 1, 2, 3. Hij is daar eigenlijk al. Maar voor ons... Wij weten dat hij echt gaat dat sprongje nog maken om te battelen voor de eerste plaats. Dat is, dat is zeker. Ook nu even terug over Ben. Jullie zijn een MX2-team en ik denk dat met de leeftijdslimiet volgend jaar is het laatste jaar dat jullie met Ben gaan kunnen werken, denk ik. Dat klopt, ja. Is het dan voor jullie niet in zekere zin vervelend dat je maar tot, ook met Jago straks, maar tot een bepaalde hoogte met een piloot kunt werken en dan moet loslaten? Ja, maar het systeem zit zo nu in elkaar. Hè. Dat is voor iedereen hetzelfde en we weten dat. Hè. En vandaar dat... Yamaha nu ook wel de laatste twee, drie jaar, daar serieus al aan het sleutelen is. Dus ze hebben nu de 65 uitgebracht. Ze hebben daar ook een team gezet. 85 zijn ze aan het ondersteunen. 125 heeft een apart team gesteund door YME, door Yamaha Moto Europe.
MX250, MX2, MXGP. Ja. Dus ze hebben een ganse line-up geplaatst. En de bedoeling is dat ze jonge rijders sourcen en hier en daar plaatsen. En dat we die eigenlijk mee kunnen pikken tot MXGP. De doelstelling is om Ben en of Jago, als ze de kwaliteiten hebben en het kan lukken, om die ook wel in de MXGP te krijgen. Op een Yamaha. Ja, echte dus, piramide. Echte piramide. Dus we zijn er eigenlijk nog maar van in het begin. Mm-hmm. We zijn aan het begin, want Yamaha heeft het nu neergezet, maar het is te goed ze zijn het goed aan het uitrollen. En ja, de vruchten moeten er nog van geplukt worden. Dus wij hopen om, zowel met Ben als met Jago, om die te kunnen afleveren. Mm-hmm. Kant en klaar om de MXGP te beginnen. Maar dat moeten we natuurlijk afwachten, want dat kan zoveel gebeuren in de tussentijd. Maar ja, Yamaha zit ook buiten de motocross en die wel echt aan het investeren in de racerijen overal. Echt wel, ze maken er werk van. Want buiten Yamaha, in de motocross doet KTM het nog, maar geen ander merk springt niet op die kar, like Yamaha dat nu wel doet eigenlijk. Ja, dat is een strategische beslissing vanuit Japan. We hebben nu ook... De president van Yamaha Motor Europe is een Fransman. Die zit nu in de raad van bestuur van YMC, van Yamaha Motor Corporation. Dat is ook de eerste niet-Japanees, alle Japanner, die daar is. Die is zeer racegericht. Echt racing. Dus, want Yamaha doet heel veel. De motorboten en hij doet heel veel. Dus, maar die is wel racegericht. En sinds dat hij aan het bewind zit, is er een nieuwe... strategisch plan uitgerold voor een paar jaar. En dat is gericht op jeugd en op racing. Dus op dat moment zitten we wel op de juiste plaats op dit moment. We hebben toch al redelijk wat geïnvesteerd. En dankzij Yamaha nu kunnen we dat laten verder rollen. Dat is wel goed. En ook de laatste wereldkampioen MX2 Yamaha was Antonio Carioli nog in 2007. Dus ik denk... Ze zullen daar ook wel graag verandering dan in zien komen. Ja, ze zijn nu toch wel op zeer goede weg voor de MX2. Ze werken ook heel hard achter de schermen op technisch gebied. Dus, en het is ook zichtbaar. Niemand kan ontkennen dat de laatste 2 jaar en vooral dit jaar ziet je duidelijk dat Yamaha aan stappen aan het zetten is. En op het moment, ja, als jij... De grote concurrentie wilt verslaan, ja, dan moeten ze dat ook doen. Voelen jullie dat ook hier door de week in de werkplaats, dat Yamaha hier meer betrokken dan dat vroeger misschien was? Of? Ja, absoluut. Ja. Wij staan dagelijks staat onze man die de motoren doet, de blokken doet eigenlijk, dagelijks staat hij in contact met Yamaha. Dus constant met... Constant is er interactie. Ja. Oké, dat is wel belangrijk, want een WK motocross is ook... Ja, we hebben daarnet gezegd ook al investeren en het kost allemaal geld. Mm-hmm. Maar ik me nu ook eigenlijk afvraag als teambaas zijnde. Zijn er dingen die jij qua organisatorisch gewijs bij Uteam zou liefst veranderd zien? Want ik heb in een interview van u gelezen dat je ook opperde van... Ja, voor de overzeese GP's, Uteam zou meer kunnen doen voor de teams, sponsoring regelen, ginder ter plekke... Zijn dat van die dingen waar jij jezelf mee bezighoudt of wilt zien, echt per se wilt veranderd zien? Wij zijn maar één van de granaaltjes natuurlijk. Hè. Maar als we overzees gaan, dan zitten we met 25 piloten maximum. Waarvan meestal nog 4-5 lokale. Dus ga er maar vanuit dat je ongeveer een 20 wereldkampioenschaprijders hebt. Mm-hmm. Die het ganse traject doen. Wat eigenlijk vrij min is, vrij laag. Want op dit moment, je hebt Caroli, je hebt Herlings, je hebt De Sal, je hebt nu Lieber. Je hebt heel wat piloten die gekwetst zijn. Dus ik ben benieuwd met hoeveel MXGP'ers dat we in Indonesië aan de start gaan staan. Ik denk dat er daar 15 gaan staan. Dus eigenlijk zou, wat ik in het vorige interview toen heb laten vallen, en ik vind dat absoluut zou kunnen... is dat als jij naar dergelijke landen gaat, in die landen, daar heb jij sowieso grote bedrijven. Mm-hmm. Als dat contact legt met zo'n groot bedrijf,
en zeggen, kijk, wij brengen het wereldkampioenschap naar dit land. En bijvoorbeeld, je hebt het nummerbord van voor en van boven heb je 5 centimeter. Daar komt de naam van dat bedrijf en die doen een bijdrage. En die bijdrage gaat integraal naar de teams om de teams mm-hmm. daar te krijgen. Een voorbeeld, Cyril Genoa heeft nu een plaatsje gekregen om enkele GP's te rijden. Maar als dat team de kosten zou betaald krijgen om naar daar te gaan, dan zagen we misschien Cyril Genoa ook in Indonesië starten. Mm-hmm. Op dit moment. Ik neem nu Cyril omdat het een Limburg is. En ook hier gereden heeft. Dus en ook bij ons gereden heeft. En eigenlijk nu pas ingevallen is in een Duits team. Maar die mensen, allee, dat is niet te doen. Je kunt dat is onbetaald. Allee, mm-hmm. Dat kost zoveel geld om daar te geraken. En eigenlijk zou Youthstream echt, als ze dan een marketingman opzetten en gaan Indonesië, ik noem nu maar iets, een bepaald merk, een producent vandaar, die zegt van oké, ik doe de bijdrage om het gewicht van de kisten hier te krijgen. Ik neem die sponsoring op mij. Maar op elke motto van elke piloot mm-hmm. komt het bovenste 5 centimeter, de naam van dat bedrijf, komt gegarandeerd altijd op tv. Plaats wat borden dat een tv gezegd heeft. Dat moet kunnen, zoiets. Mm-hmm. Maar dat zien wij niet. Youthstream verkondigt altijd wel, ja, maar we have to go worldwide en het is wereldkampioenschap. We kunnen het niet in Europa houden, want dan is het een Europees kampioenschap. Wij moeten naar daar. Want daar is veel markt, hè, voor de constructeurs. Dat vooral dus. Daar heb ik al een begrip voor. Ik heb begrip dat er markt is voor constructeurs op andere continenten, sowieso. Ik heb begrip dat het over de wereld moet gaan omdat het een wereldkampioenschap is. Maar ik heb ook begrip dat iemand rekening moet betalen. Mm-hmm. Ja. Iemand moet dat toch doen. En als je niet een fabrieksteam bent waar het fabriek het volledig betaalt, ja, dan kost dat gewoon heel veel geld. Als je dan 1 of 2 keer moet gaan, ja, oké. Okay. Maar als je 5, 6 keer moet gaan, ja, dat is die sommen die zijn veel te hoog. Persoonlijk ben ik ook een grote fan van wegracerij. Ik volg ook wel. En ik heb de indruk wel dat ze daar verder staan op dat gebied dan motocross. Dan motocrossen wel een beetje achteraan hinkt op dat gebied. Ja, dus in de MotoGP, daar wordt dus het gewicht, de verplaatsingen, wordt daar betaald door de organisator. Hè. Ja. En wij krijgen dan, ja. Ja. Mijn Youthstream is ook dit jaar overgenomen geweest, dus wie weet komt er wel nieuw bewind. Ja, dus in front, maar ik heb dat tot nu toe hebben we er nog niet veel van gemerkt. We hebben die mensen nog niet gezien. Alles loopt gewoon verder. Ja. Ik wil niet negatief zijn of doen richting Youthstream, dat niet, want ze doen heel veel goede dingen. Maar in het overzeesverhaal is toch heel. Heel moeilijk als niet-fabrieksteam om die allemaal te doen. En spreek voor zich, hè. Want ik ben benieuwd wie er allemaal gaat in Indonesië zijn. Dus er gaan er heel wat afhaken. Mm-hmm. Ik heb er wel een paar gehoord. Ja, wij gaan niet. Ja. Dan is het ook geen wereldkampioenschap niet meer. Hè. Nee, nee. Ja. Dus, maar ja, wij gaan wel. Wij zijn verplicht. En uiteraard, ja, wij krijgen heel goede steun van jou. Ja, dat is het gevoel dat jullie nog hebben. Misschien ook het budget waarmee jullie vroeger 2K zijn ingestapt als privéteam toen nog, dat dan ook een heel ander verhaal geweest zou zijn. Ja, dat is een heel ander verhaal. Toen wij begonnen, toen waren de overzees niet. Hè. Mm-hmm. De eerste jaar was het niet. Het tweede jaar is Thailand en Qatar, Thailand erbij gekomen. Is dat begonnen. Maar ja, dan ben je erin gerold en dan mm-hmm. ja, ben je vertrokken. Hè. Zou het nog met dat budget zou het nog mogelijk zijn om in het 2K te stappen? Nee. Niet meer? Nee, helemaal niet. Dus, dat is toch eigenlijk op een korte periode dan? Ja, dat is 2013 en nu zijn we 19, dat is een jaar 6, 7. Maar er is veel veranderd op die paar jaar. Mm-hmm. En ook ja, als je het professioneel wil doen, als je alles wilt doen, ja, dan heb je een heel budget nodig. Mm-hmm. Ja. Zeker, jij bent zelf ook ondernemer en in je dagelijks leven ben je bezig met winst maken met je bedrijf. En dan eigenlijk een motocross team is eigenlijk dan totaal niet. Het valt totaal niet binnen die pisten op die manier. Maar denk je daar dan soms wel eens over na van hoe is er een reden? Ja, hoe kan ik het verdienmodel van de motocross team anders aanpakken om het toch te verbeteren? Het motocross, als je daarin stapt en verschillende van mijn collega's, zoals van Louis Vosters, Wilvo en ook van Kawasaki Kart, zelfs de eigenaar, dat zijn. Je hebt Garibaldi, heeft zo geweest.
En zo zijn er zoveel. Dat zijn allemaal gepassioneerde motocross-liefhebbers. Gepassioneerde motocross-liefhebbers die zelf gereden hebben. Die daarin gerold zijn. En als je daar niet gek van bent, je moet er helemaal gek van zijn. Anders doet je dat niet. Nu, voor mijn eigen... we zijn daar ingerold door Manik Bergwoets en Patrick van Duren. Die twee hebben mij overhaald om richting wereldkampioenschap te gaan. En in het begin was dat low profile. Toen had jij nog piloten die bijdrage leverden om in het team te rijden, om het WK te doen. Maar eigenlijk heel snel is dat hebben we gezien. Dus dat jij daar toch wel etterlijk bedrag voor nodig hebt om dat te runnen. Mm-hmm. En dan heb ik, godzijdank, heb ik dat financieel kunnen regelen. Mm-hmm. En heb ik ook wel tegen mijn eigen gezegd, van, kijk, ik ga dat 5-6 jaar doen. Als we dan niet eigenlijk op een niveau zitten... Break-even. Of ja, wat ongeveer break-even is, of break-even zal zijn, dan houden we daarmee op, want dan hebben we dat niet goed geïnvesteerd. Mm-hmm. In elk bedrijf, overal, moet je toch een paar jaar investeren voordat je kunt oogsten. En wij zijn nu op het punt gekomen dus dat wij bij Yamaha dus zeer goed zitten. Mm-hmm. Yamaha Monster. En eigenlijk begint het nu het positieve te gaan aan te komen. Ja. Een vraag die ik me ook stel, we leven eigenlijk ook in een tijd dat mensen die professioneel leven van YouTube, Instagram, is dat eigenlijk ook een kaart om bijvoorbeeld met het team te bewandelen? Bijvoorbeeld dat je... geen reclameruimte per se verkoopt op je motto. Mm-hmm. Maar zegt van, voor dat bedrijf hier in de buurt, we maken een overeenkomst en een maand vertellen wij iets over jullie op Instagram. Zo extra inkomsten te genereren. Is dat een mogelijkheid? Dat zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar voor ons ligt de zaak nu iets anders, omdat wij aangestuurd worden door Yamaha. Mm-hmm. En ook niet meer zo vrij zijn om... Oké, jullie kunnen niet... om van alles en nog wat te doen. 3 jaar geleden zou dat totaal geen probleem geweest zijn. Kun je deals maken met eender welk bedrijf. Mm-hmm. Maar dat is op dit moment ook iets moeilijk. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als morgen een kledingfabrikant gewone straatkleding komt, zet wat foto's van mij op Van Jago op Instagram, dan is dat al wel lastiger. Nee, dat zou kunnen. Als wij dat voorleggen bij Yamaha en die zeggen, oké, daar raakt ons naar eens. Go. Dat is ook een perfect. Ja. Ook andere bedrijven, niet alleen van kleding. Ik geef nu een voorbeeld. Dat kan voor van alles en nog wat zijn. Hè. Maar we moeten het wel eerst voorleggen bij hun, of dat zou kunnen. Maar een extra sponsor erbij nemen, om shirt sponsor, echt team sponsor, dat... Dat kan, maar wordt steeds moeilijker. Mm-hmm. Maar op Instagram is het voordeel, het staat niet op de motto, het is allemaal klein. En je kunt rapper switchen. Dus switchen. Maar die media is een heel belangrijk verhaal aan het worden. Hè. Elke dag meer en meer. Ja, het belang daarvan, het einde hebben we nog niet gezien. Hè. Nee, inderdaad. Ik heb zelf ook al met bloggers en zo gewerkt. En dan is het, Maar ik ben jaloers op die mensen. Ja. Tot slot heb ik nog één vraag voor u. Je bent het team begonnen in de VLM. Klopt. Dan ben je EK gegaan, nu WK, nu fabrieksteam. Wanneer is het Kemea-avontuur geslaagd? Wereldkampioen. 1 keer wereldkampioen op zijn minst. Ja, dat is de goal. De goal is toch om de wereldtitel een keer te behalen. Ik zeg niet dat het dan ophoudt, maar dan... Dat is even een oef bij veel mensen misschien. Dan is het voor mij... het is heel simpel. Hè. Ik ben ook altijd van klein af aan motocrosser geweest. En ik heb niet kunnen bereiken wat dat elke jonge crosser wil bereiken. Dan hebben we eigenlijk Marnik die toch al van 2012 hierbij behoort. En Marnik is een topper geweest. Echt een topper. Maar heeft het ook nooit behaald. Helaas. Helaas. Ja, hij heeft dat zeker verdiend. Hij had dat absoluut verdiend. Maar hij heeft het niet gehaald. En het zou nu zeer, zeer mooi zijn als we met ons beiden dat nu wel zouden kunnen behalen. En liefst misschien nog met een Belg straks. En dan liefst uiteraard met Jago. Ja. We willen er echt naartoe. We doen er ook alles aan
om met hem richting die titel te gaan. En dat zou... Ja, misschien geen... Dat zou niet, ik zeg niet dat dat stoppunt gaat zijn, want het team gaat niet stoppen dan. Sowieso niet, maar voor mij zal het dan toch wel zijn dan... Ja, de ultieme beloning. Eindelijk behaald. Ja. Maar we zijn er nog belangen niet. Ja. Want ik kan er maar één worden per jaar en... Het is allemaal snel gebeurd, dus het is... En vandaar dat het ook zo voor mij een doelstelling is, omdat het is niet zo eenvoudig. Je wordt niet zomaar wereldkampioen. Ook al is Zevens dat 10 keer geweest, en Crowley dat 9 keer, en Herlings. Maar je ziet wel, Herlings wat er al 6 keer geweest, maar hij is er ook nog maar 3 keer. Dus je wordt dat zomaar niet. Dat hangt van zoveel factoren af. En als je hem dan zou kunnen pakken, ja... Ja, dan is dat wel. Ja, dat is zo, een beloning. Dat is mooi, dan je kunt hem niet kopen. Je kunt niet zeggen van hier zoveel en we hebben hem. Dus. Nee, je kunt hem niet kopen, want dan zouden er al veel gekochte titels zijn. Maar daar gaat. Je moet hem verdienen. Je moet hem verwerken. Mm-hmm. En met het gans team. Want daar wil ik nu toch nog eens even de gelegenheid nemen om heel mijn teamstaf, om die toch wel te bedanken voor het harde werken. Want de laatste weken, wat ze toch weer tentoongezet hebben. Chapeau. Mm-hmm. Moet hard gewerkt worden. Echt hard gewerkt. En ben de mannen dankbaar ervoor. Oké, super. Ik heb geen vragen meer. Ik kan je wel bedanken voor het interview. Graag gedaan. Ik wens jullie nog veel succes ook straks in Indonesië en met de rest van het seizoen. En hopelijk ooit die eerste wereldtitel. Daar gaan we voor. Dus duimen er met heel de Belgische motocrosswereld duimen er samen. Dank je wel. Het zou mooi zijn als het zou kunnen lukken in de volgende jaren met Jago. Oh, oké. Okay. Het enige wat me nu nog rest is jullie te bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, delen en subscribe op de channel. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye. Bye-bye.